We zijn undercover aan het werk in een dubieus callcenter. Zij verzinnen het energieverbruik van mensen die ze bellen om een energiecontract aan te smeren. En ze werken alleen voor Eneco. Maar als ik de energieleverancier bel, blijkt dat ze dat niet mogen. Want er zijn maar een heel klein aantal bedrijven wat voor ons direct mag verkopen en dat zijn zij niet. Het callcenter verdient per verkoop. En je verkoopt makkelijker als je een naam van een energieleverancier als Eneco gebruikt. Maar Eneco zelf heeft die opdracht nooit gegeven. Ja, ja. Moeten ze zijn. Ja? Heren, kan ik even met jullie praten over dat wat er gebeurt hier? Ja, ik bel je als even terug. Ik heb hier Alberto Stegeman. Hey, goeiedag. Goeiedag. Ik kom eigenlijk even praten over het bedrijfje wat hierboven zit. Eneco. Degene die daarop gaat zien. Die is net 5 minuten geleden weg. En wie is dat dan? Ik had geen naam meer. Maar jij bent er toch ook bij betrokken? Maar waar gaat het over straks nu? Nou, over wat daar precies gebeurt. Ik weet niet waar ik over heb. Moet je een afspraak maken en langs komen. Nee, maar jij bent toch ook betrokken bij die organisatie? Ik weet niet waar je het over hebt. Ik heb het over. Ga ik niet over. Moet je even een afspraak maken. Moet je een afspraak maken en dan langs komen. Je bent toch... Je bent toch... Dat ben ik niet. Dat hij ontkent dat hij het is, is niet slim. Want zo maakt hij zich nog verdachter dan hij al is. Als je... Vraag je. Hey, vraag je. Als je niks hebt te verbergen, dan praat je toch gewoon met me? Hey. Hij zei, dit ben ik niet. Maar hij is het toch echt. Het staat zelfs op zijn naam. Maar heeft er zogenaamd niets mee te maken. Als ik wegga, komt een auto naast me rijden. En dan stopt er ineens een auto achter mij. Het is de eigenaar. We hebben een hele opstopping hier. Hij is er. Bam, ben ik er. Ik wil rustig met je praten. Natuurlijk, ja, ik wil jou ook graag in het echt leren kennen, man. Maar ik vertel je wie je bent. Je ontkent. Ja, maar je over. Eneco. Je ontkent? Ik wil graag weten wat daar gebeurt. Ik ben benieuwd. Nee, je weet wel wat er gebeurt. Nee, echt niet. Ik zweer het je niet. En ik wil weten wat er gebeurt. Dat is voor mij even belangrijk als voor jou. Ja, maar er gebeurt toch, je weet toch wat er allemaal gebeurt? Dan weet jij meer dan mij. Als er iets verkeerd wordt gedaan, wil ik het graag weten. Dus... Het is een cameraploeg, hè? Ja, maar ik heb niks te verbergen. We gaan daar even rustig staan. Ook goed, maar even die camera's uit, joh. Dat is, komt ik doe altijd alles met camera's. Nee, dat doe je niet. Dus je doet stiekem altijd soms, hè? Ga je met... hebben we ook gedaan. Omdat ik geen heisa op straat wil veroorzaken, laat ik de hele stoet naar een rustige plek rijden. Ik ben benieuwd of hij nu wel antwoorden kan geven. Jij bent van... Dus ik doe niks anders dan even de directie en de financiële gedeelte. Dus maar wat doen zij dan daar? Dat weet je toch? Voor zover ik weet wordt er gewoon gebeld en klanten binnengehaald. Voor zover ik weet gaat alles prima. En met wie spreek je? Maar je bent toch wel direct bij betrokken? Ja, niet met personeel, maar met de vloermanager. Dus ik ben benieuwd wat hij allemaal uitspookt. Hij schuift de verantwoordelijkheid volledig af op zijn vloermanager. Maar onze collega had met deze man, de eigenaar, het evaluatiegesprek. Betalen jullie je personeel? Ik heb voor gehoord van niet. Dus als jij bij ons komt werken, dan krijg jij perceel betaald. Maar ik heb gehoord van mensen die zeggen, we kregen uiteindelijk helemaal niks betaald. Klopt niet, dan wil ik diegene voor me hebben, want ik... Ja, een paar honderd euro, maar dat kreeg ik dan privé. Dat slaat nergens op. Dat slaat inderdaad nergens op. Maar een oud medewerker vertelde dat hij maar een klein deel betaald kreeg. En dan ook nog eens per tikkie. Met als onderwerp verjaardag. En nu werken jullie voor Eneco? Nee, wij zijn een opdracht van een opdrachtgever. Die zeg maar klanten binnen ons binnen laat schieten voor Eneco. Maar jullie zeggen dat jullie alleen voor Eneco werken? Nee, dat mogen wij niet zeggen. Dat is in onze, je hebt een bepaalde script. Die hebben wij samen opgesteld met opdrachtgevers. Waar bepaalde punten in voor moeten komen. Maar daar staat toch alleen Eneco in? In nee, dat script? Nee. In het script dat mijn collega heeft meegenomen staat het duidelijk. U spreekt en dan de naam van het callcenter. En dan voor Eneco. Maar jullie werken voor Eneco, dat staat er ook. We bellen u voor Eneco. Nee, dat mogen wij niet zeggen. Nou, dat zeggen jullie wel. Als het klopt wat jij zegt, dan gaan we er wat aan doen, toch? Zo ging het in de praktijk. Dag meneer, spreek met Erik van voor Eneco. En volgens Eneco mag dit dus niet. Ik heb Eneco gesproken.
Maar Eneco zegt, jullie mogen je nooit voordoen als alleen Eneco. Dat mag ook. Ja, maar luister eens even. Bij jullie is het een en al Eneco. Maar dat neem jij aan omdat je wat gehoord hebt. Is het niet zo dan? Is het niet zo dan? De man heeft nog geen idee dat wij zijn kantoor undercover hebben gefilmd en beeldmateriaal hebben van de Eneco-logo's. Hebben jullie niet Eneco-plaatjes hier en dat soort dingen? Wij hebben promotiemateriaal van Eneco. En dat dragen jullie niet? Natuurlijk, een keertje dragen we een jasje ervan of wat dan ook, maar het is niet dat wij ons voordoen als Eneco. En het is niet, dat jullie Eneco briefpapier gebruiken? Eneco printpapier? Nee. Wij hebben onze eigen A4'tjes, die printen wel eens uit met een logootje van Eneco erop. Maar dat is niks verboden, toch? En misschien dat er wat Eneco aan de muur hangt? Nee. Zal ik jullie wat zeggen? Vertel. We hebben het allemaal vastgelegd met een verborgen camera. Ja, dat mag. Dat mag. Het is bullshit, want het is wel een en al Eneco. Maar stel je nou voor dat ik fan ben van Eneco, bijvoorbeeld. Is toch niks mis mee als ik iets aantrek? Maar wel als je de naam Eneco misbruikt voor jouw verkoop. Op de facturen staat dat jullie alleen maar bestaande klanten benaderen. Nou, wat verstaande bestand, kijk, je hebt verschillende regio's in Nederland. En vroeger, in het verleden, was dat, voor zover ik weet, al in mijn informatie. Het zijn geen bestaande klanten, houd toch op. Jullie maken een heel script voor niet bestaande klanten, voor nieuwe klanten. Dit wat jij mij vertelt over bestaande klanten, hoor ik niet voor het eerst van jou. Ja, dat staat in jullie vacature. Hij zegt wederom nergens vanaf te weten. Wat staat allemaal wel op jouw naam? Ja, dat is wel fucked. Dus uiteindelijk ben jij wel... Ben ik laks geweest. Nou ja, je bent verantwoordelijk, want ik kom bij jou terecht omdat het op jouw naam staat. Ja. Hij gaat er vandoor. Fijne dag allemaal. Ja, hetzelfde. In een reactie per mail zegt de eigenaar dat hij zich nog steeds niet kan herkennen in de beschuldigingen. En zegt altijd eerlijk te hebben gehandeld naar zowel klanten als personeel. Ook Eneco bericht ons. Zij hebben het dossier bestudeerd en blijven bij hun standpunt. Dit callcenter mag voor Eneco geen contracten meer verkopen. Wij blijven de eventuele andere werkzaamheden van dit callcenter nauwlettend in de gaten houden. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.